Een panel vandaag. Tom Scheepstra van het CDJA en communicatieadviseur Carline van Breugel. We gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de boeren. Die zijn vandaag weer aan het actievoeren. Beetje onverwacht. Opeens vanochtend, iets na zessen, kregen we berichten van allerlei acties op meerdere snelwegen. Waar ze dan afval, hooi en mest dumpten op snelwegen, opritten, brandstichten. Rijkswaterstaat laat weten dat ze bezig zijn met opruimen. Maar je hoort het net nog bij de ANWB. Er is nog steeds wel wat vertraging. En Rijkswaterstaat wijst er ook op dat die blokkades gevaarlijk situaties kunnen opleveren. Zorgt natuurlijk dus voor veel vertraging. Frustratie, je moet over de vluchtstrook, dat soort ellende. Boeren zelf, Farmers Defence Force, heeft gezegd, ja, kijk, krijg nou dit krijg je als je boeren boos maakt. Dan kan je dit verwachten dat dit gaat gebeuren, zegt Sita van Keimpema van Farmers Defence Force. Daar moet je niet raar van opkijken. Iedereen zou dit doen als je van je land en uit je huis wordt gejaagd. Opeens weer boze boeren. Goed dat die van zich laten horen, Carline? Op deze manier, nee. Ik vind het echt bizar. En er zijn zoveel mensen die een hele problematische situatie zitten. Denk bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire, de ouders daar. En als iedereen zomaar een snelweg gaat blokkeren en hulpdiensten daarmee blokkeert, ja, vind ik bizar. En nou ja, ze willen dus ook niet met Remkes praten. Mm-hmm. En dan denk ik ook, wat wil je nou bereiken? Want toen de minister niet wilde praten, kwamen ze met tractoren naar hun huis. Dus ik zie nu zo'n Remkes vormen op zo'n tractor die dan al die boeren afgaat om dan het gesprek te gaan voeren. Misschien komen we er dan uit met elkaar. Maar ja, als je niet aan tafel gaat zitten, kom je natuurlijk helemaal nergens. Nee, dat snap ik. Ik snap ook wel een beetje dat zij zeggen, ja, die Remkes die is een van de architecten van dit beleid, althans. Het rapport dat hij gemaakt heeft ligt ten grondslag aan de doelstellingen die we nu hebben. En twee, hij heeft eigenlijk helemaal geen mandaat. Ja, hij is naar voren gestuurd door het kabinet als, ik geloof dat het kabinet het een gespreksleider noemt. Ja, is dat nou voor gedoe? Je hebt toch niks aan zo'n man dan? Volgens mij was dat wel op verzoek van Caroline van der Plas. Ja, die wilde graag een bemiddelaar. Maar het kabinet heeft daar een gespreksleider van gemaakt. Ja, dus aanvullend daarop, kijk, uiteindelijk kunnen ze niet in gesprek gaan. Dat is een optie. Maar als ze dit doen, maken ze vooral de burger boos die normaal achter hun staat, die ze daarmee verliezen. Dus ik vraag me daadwerkelijk af wat ze hiermee bereiken. En ik vind ook dat er op moet worden getreden. Want dit kan niet het effect van demonstreren zijn. Ik bedoel, ik ben zelf een enorme demonstrant. Ik vind het heel belangrijk om op te staan voor rechten van mensen. Maar dit kan gewoon niet. Ja, ik vond het op zijn minst een verrassende keuze van Remkes. Ook omdat hij mee heeft geholpen met de vorming van dit kabinet. Mm-hmm. En juist heel veel onvrede is nu over deze regering. Dat was merkwaardig. Ik denk ook dat de politieke kleur niet heel erg helpt. Nee. Dus had misschien een onafhankelijk iemand van buiten ook de gevestigde politieke partijen gekozen. Dan over de demonstraties. Ik begrijp heel goed dat boeren willen demonstreren, maar volgens mij is dit niet de manier waarop. Mm-hmm. En ik zie ook dat het debat alleen maar harder gaat worden. En daar moeten we wel met elkaar gaan oppassen. En ik maak me dan ook zorgen als nu organisaties niet eens meer in gesprek willen gaan. Kijk, een uitkomst kan natuurlijk zijn dat je het niet met elkaar eens bent in zo'n gesprek. En dat dan wegen weer scheiden, zoals Kaag dat wel eens zei. En zelfs dan kun je weer bij elkaar komen. Dat blijkt, ja. Maar om bij voorbaat al te zeggen, we gaan het gesprek niet aan, ik denk dat dat geen goede keuze is. Ja. Nog even over Remkes en dan weer even over de snelwegen. Bij Remkes, bij die gesprekken die eind volgende maand gaan beginnen, tweede deel volgende maand, zit ook een vertegenwoordiger van het kabinet. Ik geloof dat Van der Wal en of Staghouwer daarbij zitten. Hoe logisch is dat? Waarom zou je een gespreksleider aanwijzen en dan ook iemand van het kabinet erbij zetten? Omdat natuurlijk vanuit het kabinet wel een uitwerking moet gaan komen. Ja. Dus waarschijnlijk is er heel praktisch gedacht van, nou, we zetten de ministers er al bij, zodat dat misschien wat vlotter kan gaan. Alleen misschien eerst een eerste ronde individueel kan ook wel eens handig zijn, omdat er natuurlijk hele hoge emoties zijn. Ja, maar ik denk dat LTO ook wel individueel praat met Van der Wal en met Staghouwer. Dus dan gaat nu Remkes erbij zitten. En ja, wat dan? Ja, dat lost toch niks op. Nou ja, als ze individueel ook al praten, dan zie ik ook geen bezwaar waarom ze dat nu op deze manier ook. Ja, omdat het niks toevoegt, zeggen ze. Nou, dat vraag ik me af, want ik heb de kritiek gelezen en ze zeggen van ja, want het is nu al redelijk in beton gegoten. Maar volgens mij is nog niks definitief. En moeten we nu juist iedereen bewegen dat we met elkaar gaan kijken naar oplossingen. Want dat er iets moet gaan
gebeuren. Dat is volgens mij evident. Dat het kaartje heel ongelukkig was. Volgens mij is inmiddels ook heel veel mensen zijn het daarmee eens. Dus dan moet je nu gaan kijken. En ook met de provincies. Want die mogen we niet vergeten. Van hoe ga je dan per provincie kijken hoe je het probleem gaat oplossen. Supermarkten die willen graag dat de schade die zij hebben geleden door die blokkades van een tijdje geleden, dat die verhaald worden op die boeren. We zien foto's deze ochtend voorbij komen inderdaad van hooibalen in de fik in bermen en wegen en tractorbanden en dergelijke. Moeten we die opruimen en schoonmaakkosten ook gaan verhalen op de daders hiervan? Caroline, is dat verstandig? Of moeten we dat als samenleving dragen? Nou ja, het is dus de vraag of we weten wie dat zijn. Uh-huh. Omdat er in die zin niet is gehandhaafd. En je kan het moeilijk op alle boeren beroepen. Dan scheren wij hen net zo goed over één kamp. Dat is niet eerlijk. Dus ik denk dat als dit soort dingen gebeuren, dat we wel moeten bereid zijn om mensen wel in te rekenen. Ook als dat betekent dat we dan een sleepwagen moeten halen voor de tractor. Ik snap de praktische bezwaren wel. Maar voor je het weet gaat het hele land met tractoren protesteren. Staan de studenten hier straks ook. Uh-huh. Dus nee, ik denk dat daar wel op moet worden gehandhaafd. Maar die kostenverhalen nu achteraf lijkt me onmogelijk. Wat opvallend is de afgelopen tijd is dat we steun zien uit opvallende hoeken voor de boeren in Nederland. Bijvoorbeeld van, we hadden het net over hem, Donald Trump, die boeren aanhaalt. Ik vraag me altijd af of hij überhaupt weet waar Nederland ligt. Hoofdstad van Kopenhagen of iets dergelijks. En ook Marine Le Pen is fan, dat rijmt, maar zij is fan van de boeren in Nederland. Ik geloof dat Farmers Defence Force vandaag op bezoek is bij het Poolse kabinet. Daar hebben zij ook al steun en het gaat daar over solidariteit. Niet over getallen en feiten, maar het gaat er over solidariteit. Wat zegt jou de steun die voor de boeren, waar dat vandaan komt? Nou ja, volgens mij kan Trump nu niet heel veel veranderen hier in Nederland. Uh-huh. Dus het is leuk dat hij zijn steun uitspreekt. Maar ja, van hoeveel waarde is dat nu? Ik bedoel meer, ik noem nu het Poolse kabinet, Trump, Le Pen, ja, dat zijn rechtse figuren. Misschien kan je zelfs zeggen extreemrechtse figuren. Wat zegt jou dat? Nou, dat is wel opvallend. Hè? Het is wat meer de rechtse, ook wat extreme hoek. Ik denk dat. Nou, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat de gewone boer met gezin die zich zorgen maakt over de toekomst. Kan mijn zoon of dochter de boerderij overnemen? Hebben we genoeg geld om de rekeningen te betalen? Ik denk dat de gewone, normale boerenfamilie hier niet bij gebaat is. Ja, en daar zit natuurlijk ook wel het probleem dat je in iedere actie, beweging de wat radicalere, minder radicale groepen hebt. En sommigen zullen wel aan tafel willen en anderen niet. En sommigen zijn misschien wel lang bezig met verduurzaming. En dat is wel wat het heel moeilijk maakt, omdat dit krijgt natuurlijk het meeste de aandacht, logisch. Branden de dingen op een snelweg. Ja. Maar daarmee wordt wel het hele beeld van een groep en ook de sympathie voor een groep gekeerd. En ja, daar maakt extreem rechts handig gebruik van. Ja, want die zien dan een wicht tussen overheid en groep in de samenleving. Vinden dat mooi dat uit te vergroten of zo? Of, ja, ik denk inderdaad het polariseren en nog meer mensen opzetten tegen die overheid. Dat voor hen goed werkt. Dat ze steeds een ander onderwerp zullen zoeken om dat te blijven doen. Ja. Tom, toch even jou confronteren met je moederpartij, het CDA. Ja. Dat was natuurlijk ooit de Boerenpartij van Nederland. Hoe vind je dat het antwoord van het CDA is op wat hier gebeurt? Ik hoor eigenlijk niet zoveel. Hoekstra hoor je er nooit over, maar die heeft natuurlijk een andere belangrijke baan. Die zit in vliegtuigen. Nou, voor de zomer heeft Hoekstra hier ook over uitgesproken. En Pieter Heerma heel krachtig in de Tweede Kamer. En Dirk Boswijk, die nou ja, reist echt het hele land door. Die heeft al meer dan 100 boerderijen bezocht. Kijk, voor het CDA is het heel duidelijk. En die kaart was heel ongelukkig. Ja. Dat kun je niet zo positioneren. En je moet nu kijken, samen met de boer en ook met de provincies, hoe gaan we dit oplossen? Dat er iets veranderd moet worden is duidelijk, maar dan moet je wel perspectief geven. En zo zitten we als jongerenorganisatie ook in. We zijn hartstikke voor verduurzaming. Dat is een van onze belangrijkste speerpunten. Maar je moet ook kijken naar perspectief en ook een wat bredere plaatje. Want we zien gewoon in het noorden, maar ook in het oosten, dat het niet alleen nu de boer is, maar ook voorzieningen die wegtrekken, minder bereikbaarheid, scholen die krimpen. En daar moet ook een wat groter plan voor komen. Ja, intussen zien we in de peilingen van bijvoorbeeld Maurice de Hond, en dat is allemaal een beetje dubieus, want er zijn nu niet verkiezingen, dus hoe waardevol zijn peilingen, maar zien we BBB met 19 zetels groeien, ja. Het CDA met 9 zetels krimpen. Dus
ja, dat antwoord is toch blijkbaar niet heel overtuigend. Nou, het verhaal van het CDA is altijd van de lange adem. Omdat we niet het ene snel populistisch willen roepen. Maar omdat we nu echt met plannen moeten komen. Ja, dat maak je niet in een week. Nee. Van hoe ga je dit oplossen? En daar spint mevrouw Van der Plasgaren bij. Want die is wel van de korte klap of zo. Vind ik wel. Ja, ja, en ik vind het ook wel bewonderenswaardig dat jullie daarvoor gaan staan. Want het moet ook anders. Het is niet. Er is eigenlijk niet echt een keuze. Want anders hebben we straks geen huizen. Of ligt er een hoop stil. En dat jullie ervoor blijven staan. Ondanks dat je eigen achterban daarmee verliest. En dat je dit in de peilingen ziet. Nou, daar heb ik wel echt respect voor. Nou, dan is te hopen dat voor het CDA er niet al te snel verkiezingen komen. Want dat wordt een bloedbad. Want dan heb je geen verhaal. Nou, we hebben nog even. Ik hoop het voor je.